vergeten. Hallo. Oh. Ja. Nou, we zijn bij Crematorium De Linge in Tiel en ik werk hier als crematoriummedewerker. Ik ben 23 en alles wat voor het eerst hier gebeurde vond ik heel spannend. Nou, in het begin wat ik het meest spannend vond aan hier werken was wel de verzorging. Ja, dat is toch wel het laatste stukje en ja, als de verzorging is geweest, dan merk je wel wat voor bijzonders dit is. Dan trekken we aan deze kant een verzorgingsjas aan. Verzorgen doen we altijd met z'n tweeën. Dus samen met een collega plaatsen we dan de overledene op een plank. En dan beginnen we aan de verzorging. Dus aan het aankleden en de fysiotherapie. Nou, in het begin vond ik het best spannend. Ook omdat het heel erg nieuw was. Ik had daarvoor nog nooit een overledene aangeraakt. Dus ja, het was best spannend om aan te beginnen. Maar uiteindelijk samen met je collega, als je het resultaat dan ziet, dan ben je toch wel blij dat je zoiets moois mag doen. Dit hoort er ook bij. Ik maak nu de aula klaar voor de eerste dienst. Dit heet een katafalk en daar wordt de kist in geplaatst. Als ik alles klaar heb gezet in de aula, dan loop ik naar mijn plek toe en dat is aan die kant. Tijdens de dienst begeleid ik eigenlijk alles op de achtergrond. Dus ik zorg dat de juiste foto's in beeld komen, de juiste muziek wordt gedraaid op het juiste moment. En ik film wanneer er een opname is gevraagd door de familie. Dan nodigt de uitvaartondernemer de nabestaanden uit om een laatste groet te brengen. En dan lopen ze aan deze kant door deze deur. Aan die kant naar de koffiekamer en wij nemen de overledene mee naar de crematieruimte. En dan voeren wij de overledene in de oven. Aan deze kant hebben wij een bedieningsscherm. En wanneer ik op de knop druk, komt aan deze kant de tafel eruit. En daar zullen wij de kist en de overledene op plaatsen. Nou, een gemiddeld proces duurt 1,5 tot 2 uur. En wanneer het proces klaar is, blijven er bot- en asresten over. En dan komt het in een aspan, zoals wij dat noemen. En dan vermalen wij het tot as. En dat doen we aan deze kant. Aan deze kant halen wij metaaldelen eruit, bijvoorbeeld de kist bevat schroeven en bijvoorbeeld een kunstknie of een kunstheup, die halen wij eruit. En deze machine helpt mij erbij om de botresten te vermalen tot as. En dan zal het in een urn komen. Die urn slaan wij op in de algemene NIS en die mogen mensen dan na een maand en een dag komen ophalen.